Hallo, welkom bij de vlog van Waterschap Noorderzijlvest. Ik sta hier aan de rand van het Paterswoldsemeer, ter hoogte van de Hoornsedijk. En aan de overkant van het Paterswoldsemeer achter mij, daar ligt de ponton klaar om het materiaal te laden voor het aanleggen van een aantal poelen, het vervangen van het gemaal en het aanleggen van een IJzerzandpassage. Allemaal ter verbetering van de waterkwaliteit. Ik ga een kijkje nemen. Volgt u mij? Om de Hoornsedijk zo min mogelijk te belasten, wordt het materiaal over het Paterswoldsemeer aangevoerd per boot. Recreatiepark De Mannenwiek en een aantal woningen achter het terrein van de IJzerzandpassage blijven bereikbaar door middel van een wegomlegging en een tijdelijke weg. Waar is al dit materiaal voor nodig? Wat gaat hier gebeuren? Nou, het waterschap gaat dit gemaaltje vervangen, want dat is totaal af. En dat betekent dat er een compleet nieuw gemaal gebouwd wordt. Klimaatbestendig, duurzaam en straks ook te bedienen vanaf kantoor. Als we het gemaal vervangen, gaan we tegelijkertijd ook een ijzerzandpassage aanleggen aan de overkant hier. Deze plek, waar de IJzerzandpassage straks komt, is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland, waar de provincie Groningen verantwoordelijk voor is. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar. Een IJzerzandpassage is eigenlijk een mooi woord voor de 3 bestaande sloten die hier liggen. Deze worden straks gevuld met 30 centimeter ijzerzand nadat ze verbreed en verdiept zijn. IJzerzand is een natuurlijk soort zand. Het water dat van het gemaal komt in de IJzerzandpassage, wordt daar gefilterd en gaat schoon het Paterswoldsemeer weer in. Hier achter mij maken wij nog een drietal poelen voor planten en dieren als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. En wat vond de buurt ervan? Bewoners hadden aanvankelijk best veel vragen en zorgen. Dus ze hebben verschillende gesprekken met hun gevoerd bij hun thuis. Ja, om naar de locatie te kijken en alles heel goed door te spreken. Uiteindelijk hebben we ook afgestemd dat we een integraal monitoringsplan opstellen. Daar hebben zij input voor geleverd en in meegedacht. En de afspraak is ook dat we de komende jaren de resultaten met hen bespreken. Het is de verwachting dat het begin april klaar is, maar ik hou je natuurlijk op de hoogte. En de volgende keer neem ik je heel graag mee naar Visser Hotels. Tot dan, dag!